De nachtzoen. Stuiterend in bed liggen terwijl je eigenlijk wil slapen is velen van ons niet vreemd. Deze wereldverbeteraar wist op een goed moment wel raad met zijn onstuimige energie. Een nachtzoen van Edward Molkenboer. Jij ligt nog wel eens wakker volgens mij. Ja, dat klopt. Omdat ik dan te veel energie heb. Te veel energie? Te veel energie. En vroeger was dat anders. Dan lag ik zeg maar van de stress in bed. En nu van te veel energie. Oké. Okay. Dat is wel beter, kan ik je vertellen. En wat was dan die stress waar je vroeger van wakker lag? Nou, dat was een jaar of 5 geleden was dat. En toen had ik het heel druk met werk, zoals iedereen dat wel kent. Dat je dan op zondag in bed ligt en dat je denkt, oh, maandag moet ik dit doen, of ik moet de presentatie voorbereiden, of zus en zo. En ik zat toen niet echt lekker in mijn vel. En toen dacht ik, ik ga eens opschrijven hoe mijn huidige leven nu is. En dat heb ik toen gedaan. En daarin heb ik opgeschreven dat ik eigenlijk niet helemaal gelukkig was. Me wat eenzaam voelde. En de volgende dag had ik zoiets. Stel, ik kan mijn leven opnieuw indelen. Dat is leuk. Hoe zou dat nou zijn? En, maar dat kwam gelijk al op datzelfde moment? Nou, dat kwam wel wat later kwam dat. Dus eerst lijstje, hoe is mijn leven op dit moment? En daarna dacht ik, stel je wordt morgen wakker en je krijgt een wit papiertje en je mag je hele leven opnieuw opschrijven. Wat zou je dan opschrijven? En dat gaf me wel enorm veel energie. Omdat je dan zoiets hebt, wauw, eigenlijk kan je dus alles doen wat je wil. Maar kon je meteen je fantasie de vrije loop laten? Want ik kan me ook voorstellen, als je in een leven zit waarin je eigenlijk niet echt gelukkig bent, dat je ook niet meteen paraat hebt van, oh, hoe dan wel? Ja, maar dat maakt het wel makkelijker. Want ik maak bijvoorbeeld keuzes op basis van angst. Ik liet negatieve energie van anderen binnen. Dat stond op het ene lijstje. En als je dan naar je andere lijstje gaat kijken, dan ga je dus kijken, oké, wat wil ik niet meer van dit lijstje? En wat wil ik dan wel? En een van die zaken was, ik wil bijvoorbeeld ook mijn hart volgen. Ik deed niet meer wat ik leuk vond. Dus ik ga nu even naar dat tweede lijstje toe dan. Van hoe je zou willen dat je leven eruit zag toen je nog aan het piekeren was. Ja, toen heb ik op nummer 1 mijn zoontje gezet. Verder, dat is het allerbelangrijkste in mijn leven. En op nummer 2 had ik gezet, ik wil goed doen voor een ander. Alleen ik wist niet wat dat was. Totdat ik dat ging vertellen tegen familie en mijn tante, die zei toch, oh, wil je goed doen voor een ander? Ga eens koffie schenken bij ouderen. En toen had ik zoiets, oké, dat is suf. Maar misschien omdat het zo suf is, ga ik dat toch maar eens doen. Dus ik ben gaan koffie schenken. Maar hoe doe je dat dan? Dan bel je een gewoon een verzorgingshuis binnengelopen en gezegd, goh, ik wil wat goed doen voor de anderen. En mag ik komen koffie schenken? En daar zag ik eenzame ouderen. En dat had ik, die eenzaamheid, daar stond ik helemaal niet bij stil. Maar op dat moment was ik zelf ook eenzaam. En toen was er een klik. Toen had ik zoiets van, hey, deze mensen zijn dus eenzaam. Ik voelde me op dat moment ook eenzaam. Ik wil mijn leven anders indelen. Mm-hmm. Wat nou als ik al mijn talenten in ga zetten om eenzaamheid draaglijker te maken? En dat besluit heb ik toen genomen. En dat heb ik een jaar heb ik dat gedaan. En daar is een stichting uit voortgekomen. Genaamd. Goed doen. Voor een ander. Zoals het op mijn lijstje stond. En wat voor dingen organiseer je zoal vanuit die stichting? Vanuit die stichting, dat is toen begonnen met koffie schenken. En op een gegeven moment vroegen vrienden ook. Die zeiden, goh, leuk wat jij doet. Ik zeg, nou, ga een keertje mee. Dus die zijn meegegaan met koffie schenken. En de eerste keer vonden ze het leuk. De tweede keer vonden ze het ook leuk. Maar de derde keer zeiden ze, hey Ed, goed dat je dat allemaal doet. Maar wij gaan weer door. En toen had ik zoiets, oké, mensen willen dus goed doen voor een ander. Maar het moet binnen hun eigen agenda passen en niet heel veel tijd in beslag nemen. Toen dacht ik, wat nou als we dat koffie schenken, als we nu zorgen dat heel Nederland straks gaat koffie schenken. En dan volgens de formule, wie wil 4 uur van zijn leven doneren? En als iemand dat wil, stel jij zegt, ik wil 4 uur van mijn leven doneren. Zegt, nou, ga de eerste keer met mij mee, 2 uurtjes. En de tweede keer kom je nog een keertje, maar dan neem jij een vriend of een vriendin mee. En dan ben jij klaar. Nou, dan heb je 4 uur van je leven gedoneerd. En die vriend of vriendin, die neemt het over. Die zet de ketting door. Ja. Ja. En zo is de estafetteformule ontstaan. En daar is eigenlijk gewoon de hele stichting op gebaseerd. Jij was dus aan het piekeren. Er is van alles gebeurd. En uiteindelijk is dan die stichting daaruit voortgekomen. Met heel veel tussenstappen. Ja. Kun je dan terugkijkend zeggen dat piekeren zin heeft? Nou, nee. Nee? Voor mij is alles wat er nu ontstaan is ontstaan omdat ik heb leren loslaten.
En als iemand nou zegt, nou, ik ben echt zo'n enorme stresskip en dat loslaten, dat lukt nog niet echt. Heb je dan een tip? Heb ik dan een tip? Die tip die is, stel, jij hebt een bepaalde uitdaging, pak je agenda en schrijf een week later in je agenda dat je op dat moment die uitdaging hebt waar je over in zit. Laat alles gewoon gebeuren en kijk later terug op die datum en dan zal je vaak zien dat waar je over in zat, dat dat niet gebeurd is. En als je dat maar vaak genoeg doet, dus terugkijkt, dan ga je dus ervaren dat piekeren niet zoveel zin heeft.